Hoi, leuk dat jullie kijken. Jullie hebben al een aantal video's van mijn vakantie gezien. En vandaag nog een dagje alleen. We zijn op weg naar Universal Studios en dit is de Walk of Fame. Ik kon niet geloven dat dit het was. We zijn er ook niet voor terug geweest. Hier zitten we in het karretje die ons brengt van de auto naar het park toe. Super handig. In Amerika is dat echt heel erg goed geregeld. Je hoeft nergens echt ver te lopen. En je wordt overal heen gebracht. Mensen wijzen je meteen de weg. Eigenlijk nog voordat je het gaat vragen, hebben ze je al geholpen. Zoals je ziet is het park ontzettend leuk gemaakt. En ook de Simpsons en zo, het zag er zo ontzettend leuk uit. Helaas vielen de attracties ons heel erg tegen. Iedere keer dachten we dat we weer op een hele leuke ride gingen of een achtbaan. Maar dan was het weer een 3D-attractie. Nou is daar op zich natuurlijk niet heel veel mis mee. Alleen waren dit attracties, je kent het vast wel, met een 3D-bril op, naar een scherm kijken en een bewegende stoel. Alleen hadden ze iedere keer attracties waardoor je bijvoorbeeld in een soort achtbaantje zat, maar dan schoot je van de baan af en dan botst je tegen van alles en nog wat aan. Op die manier zorgde het er echt voor dat je iedere keer pijn in je nek had. En zo hebben we geloof ik 2 of 3 attracties gehad die zo waren. Dus dan had je een uur in de rij gezeten om vervolgens met nekpijn in een bewegend stoel te zitten. Heel jammer. Dit is de Hollywood Tour. Dat was echt het gaafste van alles. Ons karretje ging alleen een keer stuk, dus er reed iemand achter ons aan met startkabels. Dus we hebben er een uur in gezeten. Dit is het straatje van Bruce Almighty. Heel erg leuk om te zien. Ze lieten het ook hier op de schermen zien, de bekende trappetjes. Dus dat was heel erg grappig om te zien dat dat gewoon helemaal geen echte straat is. Hun hebben hier allerlei hele kale straten, dus bijvoorbeeld New York. En die kleden ze aan op een tijdstip die zeg maar bij de film past. Dus of het modern is of een ouderwetse film, dan passen hun heel de etalages aan. Dit is een 4D of 3D attractie. Ik heb even de bril van mijn camera gehouden om jullie toch enigszins een idee te geven. Maar jullie kunnen voorstellen dat het beeld niet echt veel en veel beter was. Het leek gewoon echt of je er tussendoor liep. Verder ging het autootje. Dit is dus nog steeds die Hollywood attractie. We hebben hier een uur in gezeten. Ook omdat we natuurlijk iedere keer pech hadden. Maar wat dat betreft hadden we waar voor ons geld. Want we hebben een uur in de rij gestaan. Dus ja, dan is het wel fijn als de attractie ook lekker lang duurt. Het was heel warm weer. Geeft niks. Ze hadden ook overal in de rijen van die cool zones, noemen ze dat. Dat zijn grote ventilatoren en die vernevelen vocht. En dat was wel heel erg fijn. Ze hadden ook alle rijen overdekt, dus je hebt niet soms in de Efteling dat je helemaal niet lekker wordt van de hitte. Ze hadden hier regen nagebootst en een hele grote overstroming. Echt niet normaal hoeveel water daar vanaf komt. Ik heb in Disney zo'n soortgelijke attractie gezien, maar dit was echt zeg maar die attractie XXL. Dit zijn ook weer wat kale straten die ze dus aankleden naar aanleiding van een film. Dus ze kijken wat er voor nodig is. Heel erg leuk om te zien. Het lijkt ook ontzettend echt zoals je daar loopt. Wat hier wel heel leuk is, ze hadden allemaal deuren in verschillende groottes gemaakt. Omdat bepaalde acteurs wat kleiner zijn. En op die manier leken die acteurs dan alsnog heel stoer en heel groot. Terwijl eigenlijk de deur gewoon heel klein gemaakt was. Dus dat vond ik wel een heel erg leuk beetje. Nu gingen we bij de volgende scène naar binnen in de metro en dit was zo ontzettend cool om te zien. Kijk maar mee wat er gebeurt. Dit is een hele set voor westernfilms. Ik hou daar zelf niet zo van, maar het is echt zo'n jongensfilmset als het ware.
Wel leuk om te zien natuurlijk. We gingen nu weer verder met het karretje. Langs allerlei gebouwtjes. En hier komen we op de set van Jaws. De haaien lijken best wel nep, maar het was toch heel grappig gedaan allemaal. Hier zie je bijvoorbeeld een duiker die wordt aangevallen, zogenaamd door een haai. En zo meteen komt Jaws natuurlijk ook nog even tevoorschijn om ons te laten schrikken. Hier kun je goed zien hoe net de huisjes zijn, omdat er geen achterkant in zit. Er zijn hier trouwens wel een paar huisjes waar wel binnen gefilmd kan worden. Hier rijden we dan ook langs een set van The Grinch, een kerstfilm. En dat hebben ze gewoon zo gehouden, dat is nooit meer afgebroken. Wel heel grappig om te zien dat je met 30 aan een kerstboom hebt staan. Nu komen we bij de set van een horrorfilm, Psycho. Ik ken hem niet, maar hij schijnt echt mega oud te zijn. Een soort wit film van vroeger. En wat ze wel ook vertelde, wat ik wel heel leuk vond, was dat ze in die film chocoladesaus als bloed gebruikten. Omdat de film zwart-wit was, kon je dat dus niet zien. Dus dat was heel erg grappig. Oké, you know what? Let's go. Dit was een set van War of the Worlds en ik moet zeggen dat ik hier wel echt een beetje een naar gevoel bij kreeg, omdat het heel erg leek op de MH17. Het is dan net even wat meer dan een filmset, omdat het ineens ook realiteit is geworden. En ja, ik vond het toch wel heel erg eng om te zien. Je zag ook gordels liggen uit het vliegtuig, stoeltjes liggen en ja, ik vond het echt een beetje een naar idee, moet ik zeggen. Ondanks dat ik weet dat dit natuurlijk wel nep is. Maar ja, we weten inmiddels dat het ook echt kan gebeuren. We hebben een paar vrienden over, het is een beetje messy, maar het is allemaal goed. The more the merrier. Especially you right there in the third row, like I was saying. So look, see over there? It's Hobbs Urban Assault Vehicle. Best truck the US government can buy. That work of art back over there is made by my man Tej. Dit was Too Fast to Furious en dit waren allemaal hologrammen. Echt heel erg bizar, ook net echt. Op de camera lijkt het zelfs nog wat minder echt dan dat je er dus echt zit, zeg maar. Het leek gewoon echt op Vin Diesel en iedereen daar gewoon nog echt stond. Heel erg vreemd. Lucky for you, our whole family of protection. This is our turn. We zijn s'avonds ook nog even naar de Kmart geweest en het is wel heel grappig dat je hier en kleding kunt kopen en bijvoorbeeld spullen voor school, maar je kunt hier ook bijvoorbeeld weer eten en snoep kopen. Dus het is een beetje gek, want het is een beetje alles bij elkaar, alles door elkaar heen. Wel heel erg leuk moet ik zeggen. Ik vind alle winkels in Amerika wel heel gaaf omdat ze zo groot zijn. Er is heel erg veel keus. Dat zie je hier ook wel aan de hoeveelheid snoep. En eigenlijk vielen de grotes vielen mijn reuze mee. Je had wel wat grote verpakkingen. Maar over het algemeen waren het normale zakjes die wij hier in Nederland ook hebben. Ik vond wel alles in Amerika heel erg duur. Maar de dollar staat natuurlijk ook niet zo goed op dit moment. Kijk, dit is zo'n mega grote pot bijvoorbeeld. Maar je moet bijvoorbeeld denken, als je bijvoorbeeld een leuke rol wilde met gekleurd tape, dan was dat bijvoorbeeld $5 of $6. Echt heel erg duur. Nou, dit was mijn video weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer met een nieuwe video over Amerika. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot snel. Doei!